Hij was even een weekje weg om een nieuwe klaver met zijn liefde te overspoelen. Maar vanmiddag is hij weer bij ons. Partijgenoten, hier is Jesse Klaver. Dank je. Een groot applaus voor Bram van Ooyek. Gefeliciteerd. Dankjewel. Gefeliciteerd. Wat een feest, jongens. Ik moet wel zeggen, het is ook heel raar om hier te staan. We zitten midden in een campagne. We hebben hier een groot feest. Ik mag zo dadelijk een lezing uitspreken. En normaal gesproken ben ik maar met één ding bezig als zoiets is. En dat is dit. Dat was nu toch een beetje, is mijn aandacht wat verdeeld. Ik ben vorige week, voor de derde keer mocht ik vader worden. En dat is echt het allermooiste wat er is. En het is ook lastig om je even, het contrast tussen die werelden is best groot eigenlijk. Een beetje luier verschonen. Word nou een keer stil alsjeblieft. Wil je nou nog een keer drinken? Weet je, dat is toch net iets anders dan iets zeggen over waar we nu staan als partij en waar we heen gaan. Maar ik ga het met heel veel plezier daar toch een poging toe wagen. Voordat ik dat doe, ik zat net hier, we hebben hier een ontzettend leuke kleedkamer. Heel kneuterig, heel klein, dus met z'n allen heel dicht op elkaar. En ik stond daar net met Diederik ten Katen. Dat is mijn woordvoerder, een van de mensen die bij de Tweede Kamerfractie werkt. Hij staat ook, het is een knappe jongen, kwam ik eigenlijk achter. Hij staat hier namelijk ook op de foto, hier bij de tentoonstelling. En waarom begin ik hierover? Wij zijn een politieke partij en een beweging. En velen van jullie lopen al heel veel jaren hierin mee. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar het is niet alleen een plek waar ik voor mijn idealen strijd, maar ook waar ik veel van mijn vrienden heb ontmoet. En één daarvan is Diederik. We kwamen erachter dat dit ons 12,5-jarig jubileum is, dit jaar. Dus dat moeten we nog gepast versieren. Een van de leukste dingen vind ik nu dat ik zeker weet dat hij ergens in een hoekje helemaal zo is. Wat doet hij nu? Gaat hem nou beginnen? Maar volgens mij is dat wat we ook zijn. Een plek waar je mensen ontmoet. Niet alleen om mee samen te werken, maar ook waar je je leven mee deelt. Bram van Ooyek die was hier net zo mooi aan het spreken. Kan die goed, hè? Ja, fantastisch. En die zegt altijd, als GroenLinks niet zou bestaan, dan zouden we het vandaag oprichten. En hij spreekt die woorden met enige regelmaat uit. Dat doet hij wel vaker trouwens, dingen. Heel veel dingen altijd. Dat zou ik niet zeggen, Bram. Nee. En op 19 mei 1989 werd het akkoord gepresenteerd voor een nieuwe politieke formatie. GroenLinks. Een groene partij met een linksprogramma. Opgericht om de vragen van de moderne tijd te beantwoorden. Hoe stoppen we klimaatverandering? Het verlies aan biodiversiteit. De toenemende schaarste aan grondstoffen. Hoe zorgen we voor gedeelde welvaart? Hoe zorgen we voor veiligheid in een wereld waarin de Koude Oorlog op een einde loopt? En groene politiek ontwikkelde zich als een nieuwe stroming naast de oude drie. De drie van de vorige eeuw. De eeuw van de christendemocratie, de sociaaldemocratie en het liberalisme. Groene politiek niet als een nieuw dogmatisch ideologische stroming, maar als een set van idealen. Democratie. Respect voor natuur en milieu. Sociale en internationale rechtvaardigheid. In het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw was het idealisme uit de politiek verdwenen. Het was er uitgezogen. We kregen de managementpolitiek voor in de plaats. Publieke dienstverdeling werd steeds meer als een bedrijf georganiseerd. Dat was Thatcher, Reagan, Lubbers. Ze maakten een programma van marktwerking en deregulering. Meer markt, minder regels, minder belastingen, meer vrijheden voor de grote bedrijven. Er bestaat niet zoiets als een samenleving, zei Thatcher. En de overheid is niet de oplossing, maar het probleem. De magische woorden van Reagan. En zo verdween het wij uit de politiek. Het denken in termen van een politieke gemeenschap.
Het werd ingeruild voor het eigen verantwoordelijkheid van het CDA en het blije egoliberalisme van de VVD. Voor het ik, of zoals de premier dat misschien nogal veel mooier noemt, de dikke ik-mentaliteit. En zelfs de groene politiek werd door hen vormgegeven via dit dominante principe. Een beter milieu begint bij jezelf. En toen GroenLinks in de jaren 90 een CO2-heffing voorstelde om klimaatverandering aan te pakken, hoe noemde Hans van Mierlo dat toen, Bram? Schreeuw in de nacht. Een schreeuw in de nacht. We moeten dit volgende keer beter oefenen. Ja. Een schreeuw in de nacht werd het genoemd. Maar tijden veranderen. Reagan, Thatcher, Lubbers. Ze werden in de jaren 90 gevolgd door de sociaaldemocraten Clinton, Blair en Kok. En de sociaaldemocratie nam het economische programma van rechts over. In het tijdperk van de afgeschudde veren, van een Europa van alleen markt en munt en niets meer. Alles draaide om economie, meer handel en hogere economische groeicijfers. Er is geen alternatief, had Thatcher gezegd, al in het begin van de jaren 80. En in de jaren 90 wilden de politieke leiders van toen dat maar al te graag bewijzen. En zo gingen de grote, oude ideologische stromingen op elkaar lijken. Zo verdween het debat tussen verschillende maatschappijvisies. En daarmee verdween de keuze voor de kiezer. Wie zag nog het verschil tussen sociaaldemocraten, christendemocraten, liberalen? Er ontstond een groot grijs, gezapig midden. Keuzevrijheid op de markt, maar niet in de politiek. Een saaie, zelfvoldane politiek die niet merkte dat de onvrede toenam. Onvrede over de ontwikkeling van de samenleving. Onvrede over de economie. Onvrede over de traditionele politieke partijen. En de kern van het dominante politieke programma van de afgelopen decennia is wat ik het economisme heb genoemd. Minder regels, meer markt, minder overheid, lagere belastingen. En de onvrede over deze politiek is steeds zichtbaarder geworden. Een belangrijke voedingsbodem voor de onvrede is de toenemende sociaal-economische ongelijkheid. Wereldwijd bezitten 42 mensen nu evenveel als de helft van de wereldbevolking. En in Nederland hebben mensen met de allerhoogste inkomens hun inkomen de afgelopen jaren veel sneller zien stijgen dan mensen met de laagste inkomens. En de vermogensongelijkheid is toegenomen. En zeer hoog in Nederland. Nog steeds groeien 400.000 kinderen op in armoede. Zijn 150.000 mensen in Nederland afhankelijk van de voedselbank. En ondertussen stijgen de winsten van grote bedrijven. En ze stijgen maar door. En de lonen die blijven maar achter. En de lasten voor mensen nemen toe. Hogere energierekening, duurdere boodschappen, duurdere huren. Want niet de samenleving, maar de markt bepaalt de hoogte van huren. En niet de verpleegkundige, maar formulieren bepalen hoeveel tijd er is voor een patiënt. Het economisme heeft de macht gegrepen. En het gevoel van zeggenschap over je eigen leven, over de wereld, is bij mensen weggehaald. Het ontneemt ons het geloof dat we zelf onze toekomst bepalen. En het trekt, beetje bij beetje, als een sluipmoordenaar, de hoop uit onze samenleving. Ik heb een goede vriendin. En als die iets heeft, dan moet ze door haar collega's of vrienden naar de huisarts gestuurd worden. Want ze is bang dat ze wordt doorverwezen naar het ziekenhuis. Dat gaat ten koste van mijn eigen risico. En ik hoorde het in september bij de kantinetour in actie. In de AFAS Live. Wat fantastisch was dat. Met 1500 mensen bij elkaar. En Esther van Schaik, een kraamverzorgster uit Brabant, die had de moed om op te staan. En de tranen stroomden over haar wangen. Toen ze vertelde, in een zaal met 1500 mensen, je zo kwetsbaar durven opstellen, over de personeelstekorten en de werkdruk in de zorg. En ze vertelde dat ze als kraamverzorgster aanwezig was geweest bij een bevalling waarbij het kindje dood ter wereld kwam. Maar dat zij met het nulurencontract gewoon na 4 dagen weer moest komen werken. En dat ze 17 dagen onafgebroken had moeten werken. Dat er geen ruimte was om ook voor haar dat verdriet te verwerken. En een week voor die bijeenkomst werd het daar te veel.
had ze zich ziek moeten melden. Ze was omgevallen en ze zat thuis. En ik zag het ook bij die man die ik een paar weken geleden sprak, bij Tata Steel. Ik was daar op bezoek. Ze maakte zich nogal zorgen om onze voorstellen over de CO2-belasting. Eind 50, zeg maar Bram, maar dan met brede schouders. Dat was eigenlijk wat daar... Hij was... voor de rest zijn de verhoudingen heel goed. Hij was trots op zijn bedrijf, Tata Steel. En sinds zijn 18e werkte hij daar al, veelal in ploegendiensten. En hij deed dat net zoals zijn vader voor hem. En zijn opa weer daarvoor. Mooi werk, zwaar werk ook. De laatste tijd nemen de klachten toe. Zijn lichaam is versleten. Nog 10 jaar tot zijn pensioen, maar op deze manier gaat het gewoon niet. En wat al deze verhalen laten zien is dat er een groep mensen is voor wie de wereld aan de voeten ligt. Maar dat er ook ontzettend veel mensen zijn in Nederland die heel weinig ademruimte hebben. Ze worden opgejaagd, zijn gestrest, moe. Constant bezig om alle ballen in de lucht te houden. Constant bezig met crisissen. Klein en groot in hun privéleven. En constant bezig met het hoofd boven water houden. De urgentie die dit laat zien om te breken met het systeem van het economisme is daarom groter dan ooit. En toch is het afschaffen van het economisme niet alleen een economische en een ecologische kwestie. De strijd tegen het economisme is wat mij betreft op de eerste plaats een democratische strijd. Want wie is de baas in Nederland? Wat voor maatschappij hebben wij als de tucht van de markt ons leven bepaalt? Wat voor democratie zijn wij als de lobby van het grote bedrijfsleven onze politiek dicteert? Zelf kunnen besluiten over je eigen toekomst. Zelf je eigen lot bepalen. Er zijn zoveel mensen in Nederland die verlangen naar een sprankje hoop. En tegen al die mensen die zich hierin herkennen, zeg ik, jullie zijn niet alleen. Jouw verhaal is mijn verhaal. Dat leerde ik afgelopen jaar in de kantines. Onze zorgen, onze dromen voor de toekomst, die lijken op elkaar. Jouw verhaal is mijn verhaal. En als we elkaar vasthouden, dan kunnen we samen de toekomst veranderen. Want het economisme is geen natuurkunde. Het is geen wetmatigheid. Een ander economisch systeem is denkbaar. Want wat we zelf hebben gebouwd, dat kunnen we zelf veranderen. Er is een alternatief. Er is een beweging die dag in dag uit, straat voor straat, huis voor huis, werkt aan die verandering. En die beweging, dat is GroenLinks. En die verandering, dat zijn wij. GroenLinks werd tegen de tijdgeest opgericht. En mijn voorgangers, Paul en Femke, ze vochten tegen het economisme van paars. Tegen de maatschappelijke polarisatie van populistisch rechts. En zij vochten, zoals Paul dat altijd heel mooi weet te zeggen, tegen de tijdgeest. Maar de wind is gedraaid, zegt hij dan. En dit keer hebben we de wind mee. Dus ik vind nog steeds best hard trappen trouwens met wind mee. Maar dat is niet erg. Want er ontwikkelt zich een steeds krachtigere onderstroom van mensen die verandering willen. Een nieuwe meerderheid laat van zich horen. Tienduizenden leraren die staken voor minder werkdruk en meer waardering. Tienduizenden scholieren die staken voor echt klimaatbeleid. En tienduizenden mensen die daarvoor de kou en de regen op de Dam trotseren. Oud en jong, samen in actie voor een eerlijk pensioen. Vrouwen die hun recht, hun lijf, hun leven opeisen. En we hadden het lang niet gezien, maar het gebeurde allemaal dit voorjaar. Dit voorjaar was het voorjaar voor verandering. En ik ben optimistischer dan ooit. Misschien een klein beetje roze wolk door zo'n baby. Maar als ik nadenk over de wereld waarin mijn kinderen straks moeten opgroeien, dan ben ik optimistischer dan ooit. Want de kansen liggen er. Onze idealen hebben namelijk voor het eerst in die 30 jaar rugwind.
We zijn opgericht als een avant-garde partij. En nu is het onze opdracht om een brede volkspartij te zijn. Wat ik daarmee bedoel? Het is onze taak om laag en hoog opgeleid in Nederland te verenigen. Het is onze taak om mensen die wonen in de provincie of in de grote stad samen te laten strijden. En het is onze taak om mensen te laten inzien dat of je nou wel of geen migratieachtergrond hebt, dat er meer is wat ons deelt. Dat er meer is wat ons deelt, dat ons uit elkaar speelt. Dat dit de tijd is om idealen te realiseren. En je ziet het bijna nergens meer binnen politieke partijen, maar ik ben ervan overtuigd dat GroenLinks alles in zich heeft om dit ideaal, dit democratische ideaal, te realiseren. En het gaat goed. We hebben nog nooit zoveel leden gehad. Het heeft 30 jaar geduurd, maar 30.000 lid is binnen. En we hebben nog nooit zoveel volksvertegenwoordigers gehad. Geen partij heeft zoveel wethouders in de 8 grote steden als GroenLinks. En, zeg ik met enige trots, zelfs de burgemeester van deze prachtige hoofdstad is een GroenLinkser. We zijn inmiddels de grootste linkse en progressieve partij van Nederland. En we hebben nog nooit zo het politieke en publieke debat weten te bepalen met belangrijke thema's. De dividendbelasting. Oh, wat is toch weer fijn om het daarover te hebben. De toenemende ongelijkheid. Met dank aan Piketty, zeg ik erbij. De crisis in de publieke sector. Met dank aan al die mensen die de moed hadden om zich uit te spreken in de kantinetour. Klimaatverandering. Met dank aan alle klimaatstakers en doorweekte demonstranten. En het is niet alleen GroenLinks, het is niet alleen in Nederland. We zien nieuwe linkse partijen in het zuiden van Europa. De groene golf in het noorden van Europa. We zien zelfs een krachtig nieuw links geluid in de Verenigde Staten. Er is nieuw idealisme ontstaan in veel westerse samenlevingen. Een nieuw idealisme dat de klassieke rol van de sociaal-democratische en klassiek socialistische partijen overneemt. Nieuw idealisme. Nieuwe hoop. Nieuw verlangen naar linkse en groene politiek. Een politiek die eerlijk delen nu en in de toekomst voorop stelt. Een groen die groen en sociaal combineert. Een beweging voor verandering. Want we kunnen het niet aan rechts overlaten. En ook niet aan de middenpartijen om de trends die ik beschrijf van de afgelopen jaren te keren. Want voor die trends zijn ze zelf verantwoordelijk. Rechts heeft nog niet het begin van een idee hoe je verbinding in je samenleving krijgt. Rechts heeft geen idee dat we welvaart samen maken. En die dus ook samen moeten delen. Rechts heeft geen idee van eerlijke klimaatpolitiek. Nee, rechts spreekt over migratie, paaseitjes. En wat voor bedreiging Zwarte Piet voor onze samenleving is. Op rechts heerst een ondraaglijke leegte. Rechts heeft een hang naar het oude, uitgewerkte recept van meer markt, lagere belastingen. En goedkopere politieke, de publieke dienstverlening. En we zien dat het oude midden bang is voor uiterst rechts. En dat het zich laat leiden door uiterst rechts en meebeweegt. Uit angst om kiezers te verliezen. En het is vooral een uitdrukking van die leegte. Het laat zien dat ze geen visie hebben op de toekomst. En de leegte van het midden speelt uiterst rechts in de kaart. En zo kan ze angst en verdeeldheid zaaien en hopen ze electoraal te oogsten. En de campagnevideo van de SP kreeg veel aandacht de afgelopen weken. Maar afgelopen vrijdag had Forum voor Democratie ook iets in elkaar geknutseld. Baudet verspreidde een filmpje en daar wil ik iets over zeggen. Misschien hebben jullie het gezien. Ik figureer er ook kort in. Ik had die eens auditie gedaan. En mijn foto verschijnt in beeld met de tekst "Ik habe es nicht gewusst." Het opvangen van vluchtelingen wordt vergeleken met de Holocaust. Er wordt gesuggereerd dat mensen van buiten Europa hier komen om onze vrouwen te verkrachten en te vermoorden. Laat ik eerst anders beginnen. Ik sprak afgelopen week werd ik aangesproken door een bouwvakker. Hij kende mij en zei: "Jij bent wel een coole gast." Ik zei: "Niet op je, een coole gast." Kan je niet voorstellen dat iemand het tegen mij zegt? Zei ik. Nee.
ik was totaal in mijn nopjes toen. Ja. Kan ik het wel zeggen. Hij zei, iedereen mag jou wel. Maar ik vind dat hersenpolitici zoveel haat over zich heen krijgen. Daar heb jij geen last van, zei ik. Oh. Nou, het is niet helemaal waar, maar online, zeker door FVD'ers, krijg ik nog wel eens wat onprettigs naar mijn hoofd geslingerd. En mijn collega's trouwens ook. Ik zei, wat is Forum voor Democratie eigenlijk? Ik zei, nou, dat is die partij van Thierry Baudet. Ah, Baudet, ja, daar heb ik ook op gestemd, ja. Ja. Ja, want die is rechts. En links is voor de buitenlanders. Wat links is voor de buitenlanders en rechts is voor ons. Zo is het toch? En nu wil ik heel duidelijk zijn. Deze bouwvakker is geen racist. Er zijn heel veel mensen in Nederland die Forum voor Democratie stemmen. Uit oprechte bezorgdheid met ons land. Oprechte bezorgdheid met hun eigen leven. Ze hebben geen vertrouwen meer in andere partijen. Maar mensen als deze bouwvakker, die horen bij ons. Die horen bij links. Ze zoeken hoop en zekerheid. Maar we moeten ook volstrekt helder zijn. Want wie na het filmpje van vrijdag nog denkt dat het gevlucht van Baudet met extreem rechts puur toeval is, die is naïef. En wie denkt dat Baudet ook maar iets heeft met het opkomen voor vrouwenrechten, die zit ernaast. En wie hoopt dat Baudet er is voor de belangen van de Nederlanders, ik voorspel je, je komt bedrogen uit. Het verzet van Baudet tegen MH17-onderzoek speelt maar één man in de kaart. Vladimir Poetin. En het verzet van hem tegen klimaatbeleid dient maar één belang. De fossiele lobby van Shell, Gazprom, Saudi-Arabië. En de provocaties van Baudet over rassen hebben maar één doel. Afleiden over zijn eigen sociaal-economische agenda. Want laten we goed op het netvlies hebben dat Forum voor Democratie de enige partij was. Die stemde voor hogere bankiersbonussen. En Baudet is de enige politicus die heeft gepleit om de overheid jaar na jaar te laten krimpen met 5%. Ieder jaar 5% af van onze zorg, ons onderwijs, de AOW, 5%. Ieder jaar opnieuw. En ik weet niet precies waar zijn partijfinanciering vandaan komt, maar ik weet wel waar zijn ideeën vandaan komen. Uiteindelijk uit het gedachtegoed van de VVD, maar dan nog rechtser. Forum voor Democratie dient niet het belang van Nederlanders. Forum voor Democratie dient, net als de VVD, het belang van het grote geld. In dit gevecht met rechts is GroenLinks het alternatief. En iedereen voelt het. We staan op een keerpunt. We staan op het punt van doorbreken. Een volgende regering zonder GroenLinks is haast ondenkbaar. En de vraag is niet of we in een volgende regering mee gaan doen, maar hoe groen en hoe links we deze regering kunnen kleuren. En toen ik aantrad als politiek leider in 2015, ik kan me die dag ook nog best herinneren, Bram, toen zei ik, we gaan Nederland veranderen. En duidelijker dan met deze vier woorden valt onze ambitie niet te verwoorden. En over linkse samenwerking moet je niet praten, dat moet je doen. Want hoe meer je erover praat, hoe ingewikkelder het wordt. De afgelopen 2 jaar heb ik met Lodewijk en Lilian goed kunnen samenwerken. Daar ben ik blij om, want de SP en de PvdA hebben zich in het verleden niet altijd zo goed met elkaar kunnen vinden. Voor de SP was de PvdA vaak niet links genoeg. En voor de PvdA was de SP nooit bereid serieus verantwoordelijkheid te nemen. Maar we trekken nu samen op veel onderwerpen. We maken samen tegenbegrotingen. We dienen samen initiatiefwetten in. En dat is nodig. Want we mogen het debat niet overlaten aan rechts. De schijngevechten tussen Rutte en Baudet hebben geen antwoorden op de vragen die mensen hebben over hun leven. En de beweging die ons land wil veranderen, die snakt naar een nieuw linksgeluid. En wij als GroenLinks laten dag in, dag uit naar verkiezing horen dat het kan. En dit geluid van verandering verdient een sterk en links progressief blok.
van GroenLinks, SP en Partij van de Arbeid. En ik zou hier ook willen zeggen, ze zitten in de coalitie, maar ook D66 hoort daarbij. Kijk weer naar links, D66. En ik ga me nu zo neutraal mogelijk uitdrukken. Daar heb ik op geoefend. Want ik vind dat linkse partijen elkaar niet moeten bevechten. En daarom vond ik de campagnevideo van de SP ook onverstandig, ongepast en onsmakelijk. Want we moeten samen de strijd tegen rechts aan. En na de Europese verkiezingen volgen snel de verkiezingen voor een nieuwe regering. En ja, ik wil dat GroenLinks daar de grootste wordt. Maar wat ik vooral wil, is dat we het rechtse blok breken met een sterk links en progressief blok. Dat moet het hart worden van een nieuw kabinet. Want het kabinet Den Uyl verdient het in Nederland eindelijk een opvolger te krijgen. Spreiding van kennis, macht en inkomen. Het zou een prachtig motto zijn voor een nieuw kabinet. Ik was, zoals ik jullie net vertelde, bij Tata Steel. Het was een fantastisch bezoek. Geweldige mensen die daar werken. Ik sprak uitgebreid met het actieve kader van FNV. Ze maken zich zorgen over de aanpak van klimaatverandering. Ook zorgen over de voorstellen die wij doen. Wat me daar heel erg raakte is dat ze, door de manier waarop ik ook spreek over de CO2-belasting en vaak Tata als voorbeeld daar naar voren komt, dat je ze de trots afneemt om te werken bij zo'n bedrijf. En ik heb ze aangegeven dat als ik weer praat over klimaatverandering, dat ik iedere gelegenheid aanneem om te vertellen hoe trots ik op ze ben. Dat ze fantastisch werk doen. Maar dat het er ons er niet van weerhoudt om er ook voor te zorgen dat ook Tata duurzamer wordt. En dat ik ook echt doorga met die CO2-belasting, maar dat we rekening met ze houden. Het was een mooi gesprek, omdat ik niet het idee had dat mensen twijfelen namelijk over die aanpak van klimaatverandering. Wel grote zorgen over hoe het uitwerkt. Wie betaalt de rekening? Wat gebeurt er met mijn baan? Wat gebeurt er met mijn inkomen? En we hebben er 30 jaar over gedaan om klimaat op de agenda te krijgen. En het is gelukt. En als we over 30 jaar terugkijken, laten we zeggen in 2050, dan moeten we kunnen zeggen, het is gelukt. We hebben klimaatverandering weten te stoppen. We hebben voor een keerpunt gezorgd, dat is de uitdaging. En dat is waarom we groene, maar ook linkse politiek nodig hebben. Want ik wil als we later in 2050 terugkijken, tegen die werknemers van Tata kunnen zeggen, je was ongerust, maar je bleef aan het werk. Je inkomen steeg en we hebben het samen gedaan. En als we in 2050 over 30 jaar terugkijken, dan moeten we kunnen zeggen, in 2021, met een nieuw kabinet, dat was het keerpunt. Keerpunt 21. Als we dan hier weer met elkaar terug zijn. En ik verwacht dat iedereen er dan ook weer is. Zullen we dat gewoon even afspreken? Oké. Ik wil dan kunnen zeggen... Oh, ik zie hier allemaal mensen in totale paniek. Sorry. Ik wilde iets opbeurend zeggen, maar iemand zegt, ik ben 84. En dat... Het lijkt me gewoon leuk dat we hier gewoon weer met z'n allen zijn. En ik hoop dan dat we kunnen zeggen met elkaar, het is gelukt. We verstoken geen fossiele brandstoffen meer. Er is geen woningnood meer. De ongelijkheid is opgelost. De verzorgingsstaat hebben we weer opnieuw opgebouwd en biedt zekerheid en kansen aan iedereen. Dan is er weer een publieke sector waar iedereen die daarin werkt er trots op is om daarin te werken en zijn vak kan uitoefenen. Dan is er een Europese Unie die niet werkt voor grote bedrijven, maar recht doet aan de waarden die we allemaal delen. Democratie, gelijkheid, rechtvaardigheid. Dan zijn er geen plastic bekertjes meer, die vallen. Mijn volgende zin zou zijn, is dat een radicaal links visioen? Maar na zo'n bekertje is dat toch een beetje raar. Is het een utopie dat er dan geen bekertjes meer vallen? Nee, het kan. Want politiek gaat voor mij over hoop. Wat is dat, hoop? Sommigen zeggen dat het een Fata Morgana is, een sailor's dream. Een vage stip aan de horizon die nooit dichterbij zal komen.
Wat is hoop? Voor mij is het dit. Hoop is het geloof dat het goed kan komen. Hoop is het idee dat we zelf onze toekomst vormgeven. Hoop is het ideaal dat je als mens zelf je lot bepaalt. Maar het is ook de twinkeling in de ogen van een pasgeboren zoon. Het is de ontmoeting met de verloren vader. Het is de boodschap die ik thuis meekreeg toen ik van school hoorde dat VMBO voor mij het hoogst haalbare was. Volg je hart, jongen. Laat je nooit vertellen dat iets niet kan. Het zijn de woorden van mijn moeder die ik mezelf nog dagelijks herhaal. Voor mij is hoop geen Fata Morgana. Hoop is het besef dat dat wat we zelf gebouwd hebben, we ook zelf kunnen veranderen. En voor mij is hoop de reden dat ik de politiek in ben gegaan. Er is een alternatief. Een keerpunt is mogelijk. We hebben 30 rechtse jaren achter de rug. Maar de komende 30 jaar zal linkse politiek dominant zijn. We gaan afscheid nemen van het economisme. En daar gaan we samen voor zorgen. En laat ik de belangrijkste keerpunten noemen die als uitgangspunten voor onze politiek gelden de komende 30 jaar. Ons keerpunt 21. Het eerste keerpunt is dat we moeten zorgen voor een democratische doorbraak. Niet de markt en de lobby van multinationals, maar wij samen, met elkaar, bepalen wat er in Nederland gebeurt. De woningmarkt, dat wordt weer volkshuisvesting. En de overheid bepaalt de hoogte van de huren. De marktwerking verdwijnt uit de zorg. Winstuitkeringen worden verboden. En we geven de publieke sector terug aan de mensen die er werken. Want door marktwerking en rendementsdenken zijn zij hun zeggenschap kwijtgeraakt. Ons onderwijs, onze zorg, onze politie, onze woningbouw. Het is van ons allemaal. Niet van de markt. Niet van commerciële bedrijven. Niet van te veel verdienende managers. En niet wantrouwen moet het organisatieprincipe zijn, maar vertrouwen. Minder werkdruk en hogere salarissen voor onze agenten, leraren, verpleegkundigen. Zodat ze zich gewaardeerd weten in hun werk en dat ze dat met trots kunnen doen. Want zij zorgen voor onze veiligheid. Nou, dit was een timing. Als iemand mij zou kunnen vertellen wat deze... In de Tweede Kamer zouden we nu zeggen, we moeten gaan stemmen. Dus ik zie nu allemaal Kamerleden in paniek naar hun telefoon kijken. Jongens, jullie hoeven niet te stemmen. Dit is niet de Tweede Kamer. Het was weer... Paniek over? Oké. Ik weet niet wie deze lolbroek was, maar ik kom je zo tegen. Huh? Dat over veiligheid ga ik niet herhalen, want dan gaat hij weer. Maar ze bereiden wel onze kinderen voor op de toekomst. En ze verzorgen onze zieken en ouderen. En het is cruciaal voor de gemeenschapszin en het vertrouwen in onze samenleving. Keerpunt 2 zou wat mij betreft moeten zijn dat we onze verzorgingsstaat niet afbreken, maar verder opbouwen. Want iedereen moet in vrijheid kunnen leven en verdient daarom gelijke kansen. Bescherming bij tegenslag en bestaanszekerheid. En als we dan toch die arbeidsmarkt de komende jaren gaan aanpakken, moeten er veel meer mensen worden verzekerd tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. En niet minder. En als we de arbeidsmarkt gaan aanpakken, moet er veel meer zekerheid komen. Voor het vast contract. En niet minder. Het klinkt een beetje als de Playmobil van mijn kinderen ook. Dit. Maar daar zit zo'n... Ik heb ze zo'n grote Playmobil-wagen gegeven. Van zo'n grote rooie, zo'n brandweerauto. Toen zei mijn vrouw, jezus, dat is een duur ding, jongen. Wat doe je nou, joh? Ze zijn veel te klein daarvoor. Ik zei, let op. Dus ik druk op het knopje dat het geluid aangaat. Ik zei, moet je nu opletten. Druk op een ander knopje, ging het uit. Het meeste speelgoed krijg je namelijk niet uit als het geluid helemaal aangaat. Dus toen kreeg ik gewoon weer... Deze anekdote was bijna op. Ja. Dus als we aan het pensioenstelsel gaan sleutelen, dan moeten we ervoor zorgen dat veel meer mensen pensioen opbouwen. En niet minder. En als we het belastingstelsel gaan aanpakken, dan moet de lastenverdeling tussen huishoudens en bedrijven eerlijker worden.
en niet oneerlijker. En keerpunt 3 is dat we klimaatverandering stoppen. En heel belangrijk, we de biodiversiteit redden. In 2050 is er een einde gekomen aan het gebruik van fossiele brandstoffen. En het evenwicht in de natuur is hersteld. 30 jaar geleden heette een effectieve aanpak van klimaatverandering nog een schreeuw in de nacht. Maar nu staan we op de drempel van het invoeren van een CO2-belasting voor grote bedrijven. En onze klimaatwet legt de ambities voor de toekomst vast. Stap voor stap gaan we de komende 30 jaar het verbruik van kolen, olie en gas verder terugdringen. We doen dit eerlijk en sociaal en extreem belangrijk, voorspelbaar. Dat mensen weten waar de komende jaren waar ze aan toe zijn. En grote bedrijven en mensen met veel geld, zij dragen de lasten. En wie niet kan betalen, die wordt gesteund en ontzien. En van dit principe zullen wij nooit afwijken. En de miljoen soorten dieren en planten dreigen het komende decennium te verdwijnen. Lang niet alleen door klimaatverandering trouwens. En daarom komt er een einde aan het gebruik van gif in de landbouw. Wordt plastic gerecycled. De bio-industrie gestopt. En zo redden we onze natuur. Bij een feestje hoort drank, dus ik ga afronden. Dan kunnen jullie gewoon allemaal naar de bar snellen. Ik zie de dorstige gezichten. Vooral van Bas trouwens, die staat daar opschieten, Klaver. Komt voor elkaar. Snap ik ook wel, jongens. Want dit is wel een moment misschien om een daverend applaus voor onze Bas te vragen. Want terwijl ik een baby aan het knuffelen was, gaat hij het hele land door. En niet alleen het land, hè. Ook heel Europa heeft hij gezien. En wat zien ze je daar graag komen? En gaan ook, ja, dat is... Snap ik. Dus tot slot. Ik spreek Bram na. Dat is trouwens een hele wijze les om dat gewoon vaak te doen. Als GroenLinks niet zou bestaan, dan zouden we het vandaag oprichten. Omdat groen en links bij elkaar horen. Groen kan niet zonder links. Zonder een visie op een solidaire samenleving. Op het eerlijk delen van inkomen, vermogen en kansen. En de toekomst kan niet zonder groen. En zonder het tegenhouden van de opwarming van de aarde komt de toekomst van onze kinderen op het spel te staan. En daarom hoop ik dat als we over 30 jaar met z'n allen dit feestje weer vieren, dat het onze conclusie is, het is gelukt. Rond 2021 hebben wij voor een keerpunt gezorgd. Dank jullie wel en proost op de volgende 30 jaar.